So I'm Royal Navy, and I was on D-Day. Why? Why did it have to happen? How stupid are we? Hoe die dat dan vertelde, dat hij op zijn 19e al aan de Market Garden deelnam, dat vond ik wel heel speciaal, want ik ben nu 15. En dan 4 jaar later zou het dus betekenen dat ik daar aan meedoe. We zijn dit weekend met het V-team in Ede en Arnhem bij de Airborne herdenkingen en luchtlanding. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen verschillende bataljonnen van het Verenigd Koninkrijk. Die kwamen hier naar beneden met parachuten. En dan zaten in de bosjes zaten allemaal Duitsers. En die gingen dus schieten op de parachutisten die uit de lucht kwamen. Als je nou zo die vliegtuigen ziet overvliegen, dan springen daar dus militairen uit en parachutes waar ze eigenlijk niks aan kunnen besturen. En dan zie je ze eigenlijk hun lot tegemoet gaan. En dan zie je heel duidelijk wel, dit was heel indrukwekkend voor de mensen die hier wonen. Maar dat is ook heel erg, eigenlijk wel zielig voor de soldaten die daar aanhingen. Want die konden eigenlijk heel weinig doen in de lucht. Hoe ging het? Nou, het is eigenlijk meer vliegen weer dan springweer. Er staat erg veel wind. Zoals je wel kunt merken. Dus de landing was ook wel vrij ruw. Maar altijd een eer om hier te springen. Het is mijn 12e jaar achtereenvolgend dat ik het doe, maar het blijft heel erg bijzonder. Zeker uit zo'n oud vliegtuig en op deze dag. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dat je dan het gevoel hebt dat het vroeger dan ook is gebeurd, dat is wel mooi. Dat je dat eigenlijk dan opnieuw doen van hoe het vroeger ook was gegaan. Heel blij dat het ondanks de harde wind, dat er toch een paar honderd parachutisten zijn gesprongen. En ik moet iedere keer denken dat er toen bijna 2000 waren uit 120 vliegtuigen. Het duurde 1,5 uur en de lucht zag zwart. En nu zitten we al naar 3 vliegtuigen te kijken waar 200 mannen uitspringen. Moet je eens voorstellen als er 120 vliegtuigen zouden zijn. Ja, heel erg cool. In ieder geval om al die mensen uit de vliegtuigen te zien springen. Dat is heel erg leuk. Maar ook heel erg mooi dat we hier zo zijn en Market Garden zo op deze manier herdenken. Kinderen horen dit ook te weten en zo hier ook bij te zijn. Het is uitermate belangrijk dat de kindertjes er zijn. Want zij moeten het voortzetten. En zij moeten dus alles wat er gebeurd is levend houden. En zorgen dat al dit door kan gaan als wij er niet meer zijn. Als we elke keer weer bij de herdenking zeggen nooit meer, dan kan dat ook alleen maar gebeuren als we onze kinderen tolerantie, verdraagzaamheid en het belang van inspanning voor vrede en veiligheid, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Nooit meer oorlog. Besef dat vrijheid niet iets vanzelfsprekend is. Nou, de geschiedenis leert ons dat wanneer er geen vrijheid is, er heel wat moet gebeuren om je te bevrijden. Dus we moeten op elke dag dat we in vrijheid leven, moeten gewoon zuinig zijn. How do you feel? Very well, but I'm still walking. And I'm 103. Do you have a message for the young people? Yeah, do everything right and proper. No lies, no cheating. My message is appreciate what you've got. Enjoy it and be a good, good citizen when you become an adult like us. How do you feel about being here? I come every year. I am a sailor. I have had a lot of friends who fought at Arnhem. I've grown up with them. And unfortunately, they've all died away. I will be laying a wreath in Oosterbeek in their memory. Because we must always remember them. And that is the reason I'm here. And I've been coming for about 15 years now. And it's something I would not miss if I can help it. It's time now, that the human element should be able to sort of live together and sort of work together for the better of the planet. This is a wonderful planet. You know, we have water. We have air and we have soil. Do you think it's important that children also are here? Well, that is something that is essential. They are learning your history and they do it with dignity. They sit around here, don't they? And that in itself is, and I've watched them year after year and they seem to me they take it in, whatever age. Well, it's sad really, with some of the things that I saw while I was serving. And I felt it was unnecessary.
And yet, we had to face up to it. But when I talk about it, it takes me back to those awful bad days. Do you have a message for young people? A message for young people? Well, that's hard. At the moment, you're living in a free world. There's nothing better than life, and there's nothing better than freedom. Always respect it, and then that way you will remember how you got your freedom.